De start is gevallen. Hele snelle start in het midden van de baan van Dex Beukerswijk. Aan de relingzijde Josje E. die een korte baan verleden heeft. Die kan ook aardig mee. En aan de buitenkant Expo Express. Paarden gaan op weg naar de eerste bocht. En daar is Dex Beukerswijk als eerste. Maar hij is al in gesprek met Robin Bakker. En die mag voorbij met de Duitse derbywinnaar Expo Express. Daarachteraan gaat nu mee SJ's Junior C. En die krijgt natuurlijk geen positie op deze manier. Tenzij hij de kop mag overnemen van Expo Express. Dat zit er wel in. Daar gaat hij aan de buitenzijde. SJ's Junior C zet aan de buitenkant van Expo Express. En ze komen nu naast elkaar. En hij neemt de leiding over. SJ's Junior C aan de kop. Dat hebben we heel lang niet meer gezien. Daarachter op plaats 2 Expo Express. Derde plaats is voor Dex Beukerswijk. Vierde aan de relingzijde is Josje E. Het eerste paard aan de buitenkant is Benker Transair. Daarachteraan komt Siske de Rat. En daarachter de twee Merwe staalpaarden. De paarden van staal. De voorlaatste plaats is voor Exceptional Boko. En de laatste voor Zorwa Olderson. Paarden gaan de bocht door en dan neemt Dex Beukerswijk de leiding weer terug. Daarachter op plaats 2 SJ's Junior C. Aan de buitenkant komt nu al naar voren Benker Transair. Benker Transair maakt zich op de weg naar de leider. En die komt uit op plaats 3. En zo zijn de deelnemers weer in de rechte lijn voor de tribune. Als we de finish passeren hebben we nog één volledige ronde te gaan. Dex Beukerswijk leidt. Buitenzijde daarnaast Benker Transair. Die komt steeds dichterbij. Daarachter aan de relingzijde SJ's Junior C. Ook aan de relingzijde ligt Expo Express. Daarnaast in het tweede spoor Siske de Rat. Daarachter volgt in het tweede spoor Exceptional Boko. Die wordt op zijn rug gevolgd. Door Zorwa Olderson en aan de reling ligt nog Jos J.E. Ze zijn de paarden 900 meter van huis. Gaat door de rechterbocht met Dex Beukerswijk die aardig tempo houdt, maar niet overdreven. Tweede plek aan de buitenkant, Benker Transair. En derde aan de relingzijde is SJ's Junior C. Vierde ligt er mooi in Siske de Rat. Vijfde aan de relingzijde ligt wat vast Expo Express. Dat geldt ook voor Jos J.E. En daarnaast Jos J.E. liggen twee rijders in het oranje. Dat zijn Dion Tesselaar, die ligt voorlaatste. En de laatste plaats is voor Zorwa Olderson. Tempo gaat nu duidelijk omhoog. We gaan op weg naar de laatste bocht. En Benker Transair begint ook wat druk uit te oefenen op Dex Beukerswijk. Maar die komt nog niet echt dichterbij. Dex Beukerswijk op driekwart lengte Benker Transair. Daarachter krijgt een koers op maat SJ's Junior C. En helemaal aan de buitenkant gaat u naar voren Zorwa Olderson. Zorwa Olderson gaat drie dikker. Dat doet hij in het hart van de Tjarda-bocht. En zo gaan de deelnemers de laatste bocht door. Komen zo meteen in de rechte lijnen. Daar komt Benker Transair aan de buitenkant. De druk wordt steeds groter. Benker Transair aan de buitenzijde neemt nu over en is als eerste in de laatste rechte lijn. Zoekend naar ruimte, SJ's Junior C. Die kan straks met een hele mooie slalom zo binnendoor. En dat gaat hij nu doen. Het is Benker Transair. SJ's Junior C aan de binnenkant komt. SJ's Junior C komt. En het is op nog altijd Benker Transair die leidt. En die gaat hem ook winnen. Benker Transair, weer Jaap van Rijn. SJ's Junior C loopt geweldig, wordt tweede. En de derde plaats voor Zorwa Olderson. Vierde, Exceptional Boko.